Helemaal en welkom bij het laatste filmpje van 2017, ofwel het eerste van 2018, te zien wanneer je het bekijkt natuurlijk. Maar vandaag zijn we de laatste dag van het jaar en dan doe ik net zoals iedereen mijn goede voornemens voornemen voor het komende jaar. En die ga ik jullie vandaag opsommen. Als eerste is het veel meer SPF gebruiken. Het is zo belangrijk om je huid geen pigmentvlekken te geven, om rimpeltjes te voorkomen, om droogtelijntjes te voorkomen. De UVA-stralen, UVB-stralen, gelijk wat, zijn, ook al zie je ze niet, schadelijk voor de huid, zonder bescherming uiteraard. En ja, je hebt heel veel producten waar er al SPF in zit. Maar je kan het ook apart aanbrengen na je dagcrème en dus voor je make-up. En ik heb mezelf voorgenomen om dit jaar veel meer te doen. Want het is toch o zo belangrijk. Er bestaan ook sprays die je nadien over je make-up kan doen. Om dan doorgaans de dag eigenlijk beschermd te zijn. En ik denk dat ik dat ook wel een keer zal best wel aanschaffen. Zonder dat make-up eronder moet lijden in feite. Als tweede moet ik echt wel heel veel mijn lichaam hydrateren. Ik doe het altijd op mijn gezicht. Mijn gezicht is heel droog. Maar sowieso, gans mijn lichaam is droog. En het is ja, iets die ik heel gauw vergeet. Ik hydrateer me of ik smeer me in als ik uit de douche kom. Maar ik douche me ook niet altijd elke dag. Vooral omdat mijn huid dan veel droger wordt. En omdat ik dan ook weer eczeem krijg. Maar ja, ik was me wel. Maar ja, ik moet gewoon ook altijd mijn huid blijven hydrateren. En ik merk dat mijn huid heel, heel droog wordt. Of droog is. Maar ik denk dan eigenlijk ook dat het te maken heeft met dat ik het te weinig insmeer of hydrateer. Dus ik moet er echt wel mijn werk van maken om er vanaf nu elke dag ja, mee bezig te zijn in feite. Want ik merk, ik doe het elke dag 2 keer bij mijn gezicht. Dus ja, dan zal het bij mijn huid misschien ook wel, bij de rest van mijn huid misschien ook wel nodig zijn om het ja, veel meer te doen in feite. En ik hou van body butters en dikke crème lotions. Ook van oliën, maar dat verkies ik ja, niet zo heel, heel veel. Eerder bodybutters enzovoort. Als volgende is, zoals veel mensen waarschijnlijk, moet ik veel meer water drinken. En ik merk dat in de werkweek, wanneer ik mijn routine heb, dan neem ik sowieso altijd mijn liter of mijn liter en een half fles mee naar het werk. En 's avonds is dat op. En ja, ik ben bezig en ik doe veel meer en tijdens de dag denk ik daar meer aan. Maar in vakanties en in weekends of gewoon ja, op zo'n vrije momenten, dan vergeet ik soms nogal een keer water te drinken. Het is zo belangrijk om je huid van buitenaf te hydrateren met crèmes enzovoort, met maskertjes, met serums en heel de reutemeteut. Maar het is zeker even belangrijk om vanaf binnenuit ook te hydrateren. En ik merk echt wel verschil als ik heel veel water drink of als ik het niet doe. Als ik heel veel water drink, dan heb ik veel meer last. Veel minder last van een droge huid in feite. Dus ik moet het gewoon veel meer doen. Het is ja, ook gezond. Dat weet iedereen. Als volgende is toch meer werk maken om een gezicht 1 à 2 keer per week te verwennen met een maskertje. Ik heb ongelooflijk veel maskertjes hier liggen. Kleimasker, reinigend masker, verzorgend masker, gelijk wat. Maar ik gebruik het zelden. Ik deed het normaal elke zondag. Zondag was zo mijn me-time of mijn spa-at-home avond. Maar het is alweer een tijdje geleden. Ik vind ook niet altijd de tijd om het te doen. En ik moet er ook gewoon aan denken om meer maskertjes te gebruiken om mijn huid nog beter te verzorgen en om mijn huid ja, nog meer te verwennen in feite. Aangezien ja, ik een make-up verslaafd ben, is het ook zeer belangrijk om meer oogschaduwen en blushes enzovoort op te maken. Ik heb al pennetjes in verschillende items. En ja, ik moet die pennetjes gewoon groter maken. En zorgen dat het product helemaal opgeraakt in feite. Want er komen zo iedere keer nieuwe dingen bij en nieuwe dingen bij. En oude dingen, ja, die geraken in de vergeetput. En ja, worden dan eigenlijk niet meer gebruikt. En dit jaar moet ik dat echt zeker, zeker doen. Als voorlaatste, dan heb ik staaltjes gebruiken. Ik heb hier een hele doos vol met staaltjes, parfum, verzorging, dagcrèmes, serumtjes, reinigingsdingen. Allemaal van hele leuke merken. Chanel, Clarins, gelijk wat, Shiseido. Ja, van alles. En ik gebruik dat zelden. Dat is iets wat ik meestal meeneem als ik zo voor 1 dagje weg ga, 2 dagen weg ga.
of als ik op reis ga. Maar ik heb er zodanig veel en ja, ik ga ze echt wel moeten beginnen gebruiken om zo ook meer nieuwe producten te leren kennen. Meestal vind ik ook wel staaltjes net iets te weinig om eigenlijk echt wel te weten wat het juist doet voor je huid. Want staaltjes zijn dus ook iets wat ik veel meer zal moeten gebruiken, ja, het komende jaar in feite. En ik heb er ook weer heel veel, dus in mijn favorieten van de afgelopen maand zal je misschien heel veel, of in mijn opgebruikte producten zal je heel veel staaltjes zien voorbij komen. En als laatste is veel meer belang hechten aan het verzorgen van mijn voeten. Het is iets die ik ook snel vergeet, zoals heel mijn lichaam hydrateren in feite. Ik denk er alleen maar aan in de zomer en dan is het meestal al te laat. Want ik moet voor mezelf echt ook wel meer een afspraak maken bij de pedicure. Ik heb last van eelt, die ik niet altijd zelf kan onderhouden. Ik kan het wel wegdoen, maar het komt ook heel snel terug. En dat is ook gewoon omdat ik het niet regelmatig onderhoud. En ja, ik heb wel producten die ik veel te weinig gebruik. Dus mijn voornemen is om zeker elke 3 maanden naar de pedicure te gaan, ook in de winter. Zodat zij mijn voeten de basis geeft die ze nodig hebben. En zodat ik dan ondertussen ja, kan blijven onderhouden. Want je voeten hebben toch ook heel veel te verduren tijdens de dag. En dus is het ook wel zeer belangrijk dat je ze ja, verzorgt in feite. Dit waren mijn goede voornemens voor dit jaar. Ik ben zeker ook wel benieuwd naar die van jou of van jullie. Ik wil jullie ook zeker bedanken om mijn filmpjes te bekijken, mij te volgen, mijn feedback te geven, mijn thumbs up te geven. Gewoon, ja, leuk om te weten dat er mensen zijn die jou interessant vinden of die mijn filmpjes interessant vinden, die mijn skills interessant vinden, want dat vind ik ook heel, heel, heel belangrijk. Ja, ik zou zeggen, ik doe mijn best om volgend jaar zeker evenveel tijd te steken in mijn YouTube-kanaal, in mijn blog, in mijn groep, op mijn pagina. Gewoon omdat ik het heel graag doe en omdat ja, make-up en beauty is nog altijd mijn passie en dat zal waarschijnlijk ook altijd zo blijven. En ik hou ervan om die passie met jullie te delen. Ik zou zeggen, echt waar, uit het diepste van mijn hart, bedankt. Geniet van het einde jaar, geniet van het komende jaar. Ik hoop dat iedereen gelukkig wordt, een goede gezondheid heeft. En ja, je hebt het natuurlijk niet altijd in de hand, maar het is toch ook wel veel van hoe je er zelf mee omgaat. Dan zou ik zeggen, ja, geniet ervan en bedankt. Doei!